Goedemorgen. Ja, het is helder weer. Afgelopen nacht was het ook behoorlijk koud. Zeker buiten de bebouwde kom zakte de temperatuur zelfs tot een graad of 12. Heel erg fris dus. En er was af en toe wat bewolking. Gisteren waaide het al behoorlijk. Nou, gisteravond, toen viel de wind vrijwel weg. Was er weinig wind. En ook afgelopen nacht niet. Maar ondertussen is de wind weer aan het opsteken. En dat zal vandaag ook zo blijven. Het gaat matig waaien uit met name zuidelijke richtingen. Nou, die temperatuur die nu nog vrij laag ligt, die gaat oplopen. Maar niet zo heel bijzonder hoog. Die komt op een graad of 20 à 21. En daarbij blijft het wel droog in onze omgeving. Er komt wel wat meer bewolking in de loop van de dag. En dan kan er plaatselijk her en der een buitje vallen. Maar meer naar het noordwesten. En die wind blijft dus. Gaat vanavond weer wat afnemen in kracht. Dan wordt het weer wat minder winderig. En komende avond en nacht, dan blijft het meer bewolkt. En dan zakt die temperatuur ook hoger naar een graadje of 17 à 18. Het blijft vrij warm. Nou, morgen overdag dan opnieuw een beetje hetzelfde weertype. Ook wel wat zon waar we zeer waarschijnlijk mee starten. Maar toch ook wel wat bewolking. En ook dan kan er een enkele bui vallen over het land verspreid. Waar ik verwacht tot het bij ons aardig droog blijft. Maar morgen is de wind nog net wat harder. Dan gaat het matig tot vrij krachtig waaien. Kan echt wel vandaag windkracht 4 à 5. Morgen 5, misschien zelfs 6. Met morgen windstoten tot 50 à 60 km per uur. Dus behoorlijk winderig. Nou, ook dan een graad of 21. En dan zaterdag dan even wat warmer. Maar dan weer kans op buien. En volgende week even eerst wat koeler. Maar later in de week, en dan lijkt het toch even weer heel warm te worden. Richting tropische temperaturen zelfs. Of dat doorgaat, dat wachten we af. Nu in ieder geval even een paar dagen vrij winderig weer. En temperatuur rond. Geniet van het weer en een hele fijne dag.